Hallo allemaal, long time no see. Het is een tijd geleden dat ik een video heb geüpload op dit kanaal. Dat heeft verschillende redenen. Eén, ik heb vorig jaar ook persoonlijk een heel roerig jaar gehad. En twee, ik heb het gewoon ontzettend druk gehad met heel veel dingen die met schrijven te maken hebben. Vandaar dat ik even deze update voor jullie opneem, zodat jullie weten waar ik zo druk mee bezig ben. Allereerst, vorig jaar zijn de twee hardcovers van Bondgenoten en Verraders en het Zwarte Kristal uitgekomen. Weer met prachtige illustraties van Dominique Bronique. Dus de hele trilogie is nu in hardcover verkrijgbaar. Dus daar ben ik vorig jaar heel veel mee bezig geweest. Verder heb ik het manuscript van mijn nieuwe fantasyboek afgeschreven. Terras Altas Puur Wit. Eerste deel in een nieuwe fantasy serie. Die heb ik begin dit jaar heb ik de eerste herschrijfronde gehad. En nu is die dus naar de proeflezers toe. Als ik het feedback daarvan terugkrijg, dan ga ik hem natuurlijk nog een keer herschrijven voordat hij naar de uitgeverij gaat. En dan hopelijk deze zomer komt hij uit. Niet met draken deze serie. Het is een serie over magie en techniek in een steampunk-achtige setting. Wil je wat meer weten over Terras Altas Puur Wit, surf dan even naar mijn site www.pattyvandelf.com. Daar kun je alvast een beetje informatie vinden over Terras Altas. En als ik natuurlijk updates heb, de cover heb en zo, dan deel ik dat natuurlijk ook met jullie. Dus dat is een nieuw boek waar ik mee bezig ben geweest, Terras Altas Puur Wit. Eerste deel in een nieuwe trilogie. En verder zijn we druk bezig met de hardcover voor een onbreekbare band. Die is er nu nog alleen in paperback, maar die komt dus ook in hardcover, zodat de hele serie van Dragendom een hardcover is. De illustraties van Dominique Bronique hebben we inmiddels binnen, dus dat is klaar. Dus we zijn nu bezig met het aanpassen van de cover. En dan kan die naar de drukkerij en hopen we ook dat die deze zomer beschikbaar is. Dus dat is voor de hardcover van Onbreekbare Band. Derde waar ik heel druk mee bezig ben geweest is een bundel van Dragandouma met korte verhalen. De titel voor deze bundel wordt Dragandouma, de vergeten verhalen. En inmiddels zijn de verhalen allemaal af. De redactie is geweest. Dus nu moet ik heel erg hard aan de slag met de cover en met de illustraties, want het wordt dus een geïllustreerde bundel. Alle boeken krijgen een nummer en worden gesigneerd. Van deze versie komt er dus ook maar een bepaalde oplage. Dus als je hem wil hebben, hou dan vooral de site of mijn Facebook of Instagram in de gaten, zodat je weet wanneer jij je in kan schrijven voor de bundel. Je kunt alvast één van de verhalen van de bundel lezen, maar ik waarschuw jullie wel. Deze bundel is echt geschreven voor mensen die de Dragandouma serie hebben gelezen en graag wat meer verdieping willen en wat meer achtergrond en dat soort dingen. Dus het kan spoilers bevatten voor de Dragandouma serie. Wil je het korte verhaal lezen wat ik op mijn site heb geplaatst, ga dan even naar mijn site en doe tik in het zoekvenster even keuze in. Als je keuze intikt in het zoekvenster, komt het verhaal vanzelf naar voren. De titel van het verhaal is namelijk keuze. Kunnen jullie alvast een stukje lezen? Let op, ik zeg het nog een keer, het kan spoilers bevatten. Het laatste waar ik heel druk mee bezig ben geweest is de Engelse versie van Dragandouma. Caroline Maki, ik hoop dat ik je naam zo goed uitspreek. Zo niet, word alsjeblieft niet boos. Je kunt hier in ieder geval zien hoe je het schrijft. Caroline is heel druk bezig geweest met de vertaling van Een Onbreekbare Band en van Zij die Hoort. Om te zorgen dat onze draken te zijner tijd ook naar het buitenland kunnen uitvliegen. Ik ben momenteel bezig met de laatste fase van het nakijken van Een Onbreekbare Band. En dan ga ik beginnen aan de Engelse versie van Zij die Hoort. Ook daar heb ik natuurlijk mijn Engelstalige proeflezers voor. Zodat het boek ook in het Engels zo goed mogelijk overeenkomt met de Nederlandse, met de oorspronkelijke versie. Dus
daar ben ik mee bezig of mee bezig geweest de afgelopen tijd. Zijn jullie weer een beetje op de hoogte. En ik hoop ook dat ik binnenkort weer wat meer tijd krijg om leuke video's voor jullie te maken. Wat ik nog even wil zeggen, vooral in deze tijd, eigenlijk altijd, maar vooral in deze tijd. Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, wees lief voor elkaar. En houd je aan de regels die momenteel staan. Ik ben zelf een vreselijke rebel en ik heb een hekel aan regels. Maar deze zijn wel echt super belangrijk. Allerbelangrijkste, wees lief voor elkaar. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doei doei!